Dag moesten en vrienden, welkom in mijn kolenbed. En de vorige keer hebben we de bloemkool en de broccoli geoogst. En nu zal ik in deze laatste video van Hoe kweek ik kolen een spitskool gaan oogsten. Ik kan die oogsten door de basis eigenlijk, de voet waarop hij staat, door te snijden. Zo. Die is doorgesneden en ik zal ook nog de buitenste bladeren verwijderen. En dan hebben we eigenlijk een spitse witte kool die we kunnen gaan gebruiken in witte koolsalades. We hebben een heerlijk recept met rozijntjes, curry, olijfolie en appel. En er zitten ook nog wat pijnboompitten in of walnoten. Ik weet het niet meer heel precies, maar deze zal ons alvast heel erg smaken. Bedankt voor deze video te volgen. Hopelijk gaan jullie volgend jaar ook de teelt kolen overwegen en kijken jullie naar de volgende filmpjes. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.